Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, Hogeveen Mannenmode, A28 Personeel en Opleidingen, ING, Tankstation Klok, Danny Schilderwerken en de Businessclub Hogeveen. Ja, Jamai Kriekjes, val je in. Wat een ontlading, hè? Ja, tuurlijk. Ik kom erin in de 70ste minuut. Nou, staat 1-1. Ben je veel beter, maar maak je de kansen niet af. Dan komt er een bal. Een beetje uit de kluts. Emiel die tikt hem naar mij en ik schiet hem heerlijk binnen. Aan de bovenkant in de doel. Dan maar de fanaticanen. Ja, tuurlijk. Hun zijn er altijd bij met de bus. Dus ik dacht, ik zag ze zo staan. Dus ik liep eerst de andere kant op. Ik dacht, ik ga even naar hun toe. Spring binnen in het publiek. Dat was het zo. Dan hoorde je van de kant ook vaak, jongen, speel nou niet die hoge bal. Maar uiteindelijk kwam jij erin natuurlijk. Toen kon die hoge bal wel gespeeld worden. Ja, we hebben natuurlijk Raffi, een hele goede spits. Maar die is niet echt voor hoge ballen, hè. Hij is een kleine jongen. Je moet de bal op diep hebben en snelheid. Ja, je kunt bij mij de bal wel hoog geven. Je zijn niet alles win, maar je kunt bij mij wel hoog geven. Ik ben 1,90. Dus, Kreeg je die opdracht ook mee? Nou, mijn opdracht was alleen diepte. Gewoon diepte lopen. Kijken als de bal een keer goed komt dat ik kan schieten. Of zoals die bal hier die ik op Emiel terugleg. Kan Emiel schieten. Dat was gewoon mijn doel. Ik moest gewoon diep lopen. Daarvoor ben je spitsen? Ja, daarvoor ben ik spitsen. Anders was ik wel verdediger geworden. Ja. Je glundert. Hoe kijk je terug tot nu toe op de start van de competitie persoonlijk gezien? Want ja, vorige week was je even er niet bij. Ja, ik vond het nog niet goed gaan, als ik eerlijk ben. Weinig goede acties laten zien toen ik erin kwam. Maar ja, nu krijg ik alsnog de kans van Nico, dus hartstikke mooi. Maar ik wil gaan nu wel voor meer goals natuurlijk en hopelijk nog iets langer te kunnen spelen. Je merkt gewoon ook in de hele ploeg, iedereen die knokt voor elkaar. Als je moet invallen, sta je er ook. Dat merk jij ook niet? Ja, het is echt een hartstikke goede groep. Iedereen kan goed met elkaar. En als je op de bank zit, niemand hoor je klagen. Dat is gewoon hartstikke mooi. Heerlijk gevoel. Mooie opmaat naar meer, hè? Ja, natuurlijk. Ja, dan gaan we voor meer nu. Voor de titel gaan we toch? Of niet?